Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik een Orazi My Makeup Bag update voor jullie. Een tijdje geleden nam ik de video op met wat er in mijn make-up tasje zat. En toen vertelde ik eigenlijk al dat ik niet helemaal tevreden was over de spulletjes die erin zaten. Dus ik heb nu inmiddels het een en ander veranderd. Dus het leek me leuk om even een update te doen van wat er nu in zit. Het make-up tasje die ik gebruik is nog steeds deze van de Trekpleister met... Ja, gewoon zo'n flapje met een spiegeltje. Het handige aan deze is dat je dit flapje dicht kunt drukken door middel van een drukknop. Bij andere tasjes kun je ze normaal wegvouwen, erin vouwen, maar bij deze kun je hem dus dicht drukken. Het is gewoon eigenlijk gewoon zo'n standaard make-up tasje. En het tasje zit altijd in mijn handtas. Ik vind het fijn om een make-up tasje bij me te hebben, zodat ik waar ik ook ben... Ik overal eventjes wat kan bijwerken als het moet. En ik ga eventjes laten zien welke producten er nu in zitten. Daarna laat ik nog even een paar producten zien die er gewoon echt niet in pasten. Maar die wel must zijn om hierbij te gebruiken bij de producten. Dus ik ga eventjes eerst laten zien wat hierin zit. Ik heb een oogschaduw erin zitten van Essence. Dit is de Irresistible Foxtrot. Dit is zo'n 3D oogschaduw die heel fijn is. De kleuren passen wel goed bij elkaar, vind ik. Dan zit er een glossy lipbalm in de geur Cherry Brownie van Essence. Ik vind het fijn om een lippenbalsem bij me te hebben. En dit is eigenlijk een soort gloss en lippenbalsem in één. Dus kan ik eens afwisselen. Dan heb ik de Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof erin zitten. Hiervoor zat er een eyeliner in van de Action. En die was best wel brokkelig. Nee, dat is geen woord. Korrelig. En ik vond het dus tijd om even te verwisselen voor deze. Dan de contourstick van de Maximum van de Action met een contourgedeelte en een highlightgedeelte. Ik vind het wel fijn om toch iets bij me te hebben om te contouren. En dan is zo'n stick natuurlijk ideaal omdat hij niet veel ruimte inneemt. Dan deze Silky Touch Plus van Essence. Dit is de nummer 10 Adorable. Een hele fijne blush. Dan heb ik de Stay Natural Concealer erin zitten in de kleur 02 Soft Scent. Hele fijne concealer van Essence. Dan heb ik er een andere mascara in zitten. Hiervoor zat er een mascara in van de Action. Maar die was best wel breed qua verpakking. Dus ik vond dat er een smallere in moest. En dit is de All Eyes On Me Multi Effect Mascara van Essence. Gewoon een zwarte mascara. Dan heb ik de Long Lasting Eye Pencil in de kleur Black Fever erin zitten. Ook van Essence. Heel fijn oogpotloodje. Heel intens. Blijft goed zitten. Dan heb ik er een nieuw wenkbrauw potlood in zitten. Er zat er eentje in, die was van de HEMA, maar die kleur was niet helemaal optimaal. En ja, het was ook best wel een breed potlood, dus ik heb deze vervangen door de eyebrow designer van Essence in de blond versie. Met een handig borsteltje ook aan het dopje. Dan heb ik er een nieuwe liplijn in zitten. Er zat er eentje in van de HEMA die totaal niet matchte bij de lipstift die erin zat. Dus ik vond het tijd voor het nieuwe. En nu heb ik de lip liner van Essence erin zitten in de kleur Wish Me a Rose, nummer 12. Dan de MAC Foundation in de kleur 62 Fair. Dit is gewoon een poeder. Ik snap niet waarom het een foundation genoemd wordt, maar genoemd wordt, we noemen het een poeder foundation. Dan deze lippenstift. Dit is de 20 Get the Look. En dit is dus een mooi roze kleurtje. Die dus nu goed bij het potlood matcht. Heel belangrijk. Dan zit mijn tweezerband er nog in. Ik vind het fijn om een mini pincetje bij me te hebben. En het fijne aan dit pincetje is dat het kokertje erbij zit. Zodat hij gewoon scherp blijft als je hem onderweg meeneemt. Wat ook niet te missen is, is een mini veldje. Dit is zo'n glasveldje. Wat ik er ook altijd in heb zitten is een stiekje
met een clipje. En normaal zitten er ook een paar bobbypins bij. Nou, is het stiekje heel gewoon. Alleen het clipje vind ik nog steeds een beetje zielig. Dat was hier eigenlijk de vorige keer al. Ik heb hem dus nog steeds vergeten om te vervangen. Want hij heeft nog maar twee pootjes. Dus hij kan niet echt meer clippen. Dus die ga ik gelijk eventjes veranderen straks. Ik heb nog nieuwe. Oh ja, wat er dan ook in zit is een parfumbestuiver van Issy Paris. Deze zit in een organza zakje van Action. Ik heb hier een zakje omheen zitten omdat je ruikt de geur anders heel erg in het tasje. En dat vind ik niet zo fijn, want als je dan weer een ander geurtje in dit bestuivertje doet, dan gaat die geur ook in het tasje zitten. En dat gaat er niet lekkerder op ruiken. En het tasje kun je niet wassen omdat er een spiegeltje in zit. En dit is gewoon zo'n bestuivertje die je op je parfumplafond zet en dan kun je hem vol pompen en dan zit hier gewoon zo'n ja, spuitdingetje. Dus die zit er ook nog in. Dan heb ik nog een paar producten die ik dus niet inpassen, maar die ik wel belangrijk vind om bij me te hebben. Dat zijn deze matterende oral control papers van Catrice. Het zijn dus gewoon van die papiertjes die je gewoon eventjes je, ja, eventjes mee kunt deppen als je echt heel erg shined. Mijn nieuwe BB cream is heel veel groter dan het kleine flesje wat ik bij me had. Kleine tubetje moet ik zeggen. Deze is van Fashion Professional. Een merk dat tegenwoordig bij de Action verkocht wordt. Ik heb de kleur Light. Hiervoor zat er eentje in. Ook van de Action van Max & More. Dat tubetje was echt maar 15 of 30 milliliter. Maar die kleur was gewoon echt veel te donker. Dus die moest echt vervangen worden. En deze tube is 50 milliliter. Ik heb echt geprobeerd om die in een tasje te stoppen. Maar het ging gewoon niet. Wat ik ook handig vind om erbij te gebruiken is deze brush. Dus een rectable brush. Gewoon fijn om je poedertjes mee aan te brengen. En het laatste wat ik er nog bij gebruik. Ik heb dit zakje overigens zelf om het spiegeltje heen gedaan. Is een dupe van de Model Mirror. En dat is deze spiegel. Ik vind het niet handig om het spiegeltje die hierin zit te gebruiken. Want dan moet ik met één hand het tasje vasthouden. En met de andere hand het make-up product. En dat vind ik gewoon niet zo handig. Dus ik heb er een spiegeltje in zitten. Deze is dus van de Action. Lampjes. En gewoon fijn om een wat groter spiegeltje bij me te hebben. En ook die past er uiteraard niet in. Dus er zit gewoon in een apart vakje in de tas. Verder heb ik eigenlijk ook nog vaak wat van die doekjes bij me om eventueel pegen en zo uit te wissen. Maar die heb ik nu niet hier liggen. Dus. Maar die zitten er eigenlijk ook nog bij. Die horen er ook nog wel bij. En dan waren dit ook eigenlijk gelijk de producten die ik op make-up gebied dus bij me draag. Ik vond het eigenlijk wel even leuk om een update te doen. Omdat ik gewoon de vorige keer best wel negatief was over sommige producten. En niet omdat het geen fijne producten waren, maar gewoon omdat het gewoon allemaal niet matchte. Dus ik dacht echt, nou, ik heb het nu allemaal veranderd. Dus ik ga gewoon een update opnemen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik zie je heel snel. Doei!